wetenschap. Kortom, rrr. Uw rots in de branding der conversatie is Jan Lenferink. Hallo allemaal. Hallo. Hallo. Welkom bij Rur. Welkom bij Rur. Ik heb 3 stoelen voor 3 gasten. De eerste stoel heb ik gereserveerd voor de Pietje Bel onder de Nederlandse economen. De 2e stoel onder de Rambo onder de vaderlandse voetballers. En de 3e stoel voor het toetje uit de populaire Veronica-serie De Vlaamse Pot. De gasten worden vandaag geïntroduceerd door een dame die in Engeland zou heten The Singing Telegram. In Nederland zouden we het noemen, ja, hoe zouden we het noemen? Een dame die komt bij je thuis op verzoek, als je jarig bent, een leuk telegram zingen. Hier is zij, Laska ten Katen. En Laska, wie is onze eerste gast? Na zijn wiskundestudie in Engeland bleek hij als econoom ook zeer briljant. Zijn ideeën getuigen van visie en lef. En van veel sociaal-liberaal besef. In zijn vak is hij tot de top gaan behoren. Maar hij blijft de John Cleese onder de professoren. Van multiple choice heeft hij echt schoon genoeg. Hier is professor Rick van der Ploeg. Professor, wat is de wortel uit 1 miljoen WHO'ers? Oh god, dat weet ik echt niet hoor. 1000 geloof ik. Ja, weet je niet wat een wortel is? Of weet ja, je ik niet weet wel wat een wortel is, maar ik ben niet zo goed met sommetjes maken. Even een klein paspoort, hè. Half Nederlands, half Engels. Ja, klopt. Ja. Klopt dat? Ja. Je vader is Engels, je moeder Duits? Nee, ik heet Van der Ploeg. Dus dat is dan mijn vader die Nederlands was. Ja. En mijn moeder die Engels was. Hoe heette je moeder dan? Heens. Heens? Ja. Van Heens... Nee, H-A-I-N-E-S. Heens. Oh. Manchester. Manchester. Ja. En hoe komt het dan dat je half Engels, half Nederlands bent? Nou, ja, nee, ik begrijp wel hoe je moeder en hoe je vader heet. Ik ben chromosoom van mijn vader. En moeder die zijn bij elkaar gekomen. Dat begrijp ik, maar ze hebben een kind geproduceerd. Is dat ergens in België gebeurd? Nee, mijn vader zat in de RAF, in de Royal Air Forces. Ja. Yeah. En nou, die moest dan, de Duitsers een beetje tegenhouden. Dat was dan in Manchester en daar was een oorlogsromans uitgekomen. Er zijn heel veel Anglo-Dutch huwelijken geweest. Ja, we weten wel veel van, laten we zeggen, Canadezen die in Amsterdam een leuk meisje hebben ontmoet. Maar Nederlanders die in Engeland een leuk meisje hebben ontmoet. Nee, dat is veel. Dat kwam toch wel veel voor. Ja, Othercake. Ja? Ja. En hoe spreken ze jouw achternaam nou uit als je in Engeland bent? Nou, studenten die hebben het over Van de Plague. Van de plaag, als het ware. Ja. En als mensen met je praten, willen ze wel Van de Plauw noemen. Van de Plauw. Ja, dat klinkt toch heel goed. Ja. En jouw Engels is natuurlijk ook perfect, hè? Nou ja, dat valt ook wel mee. Maar ja redelijk maar goed. Dat mag ook beter wel, dan mijn Nederlands wellicht. Dat, nou, graag. Rick, jij bent op Cambridge geweest. Je hebt hier gewoon op de middelbare school gezeten. Ja, ik heb in Rotterdam op de middelbare school gezeten. En toen ben ik om mijn 18e eerst 3 jaar naar Brighton geweest. En toen 6 jaar in Cambridge geweest. Juist. En je bent nu hoogleraar in de economie per 1 september aan de Universiteit van Amsterdam. Je bent daarvoor hoogleraar in Tilburg geweest. 6 jaar, ja. 6 jaar. Ja. Dus op je 29e was je hoogleraar economie. Ja, 29e, klopt, ja. Wunderboy, order? Nou, Wunderboy is overdreven. Ik heb gewoon mazzel gehad. Kijk, als je wist natuurkunde gedaan, dan kom je makkelijker mee met allerlei technieken. Ik zat ook in Cambridge. En dan kreeg je gewoon een goede opleiding die ze in Nederland nog niet zo gezien hadden. Nou, gewoon de juiste persoon op de juiste tijd. Ja. En nu zit jij in een commissie die de PvdA weer een beetje erbovenop moet helpen, hè? Ja, dat klinkt ook weer zo... ik weet niet hoe ik het moet noemen. Ja, dat gaat over commissie over de verzorgingsstaat. Waar moet de verzorgingsstaat naartoe? En wat is sociaal en wat is asociaal? Juist, en daar wil ik graag eens even met jou even een paar voorbeelden aanhalen. Want mijn economie is niet zo goed als die van jou. Jij hebt ooit eens beweerd, nog niet zo lang geleden, dat jongelui die in de WW zitten en die dus een uitkering genieten, dat die maar eens in dienst van de staat moeten treden. Nou ja, misschien. Maar als wat, als vuilnisman? Nou, ik vind dat er een hele recht- en plichten discussie moet komen. Ik bedoel, kijk, dat geldt overigens ook voor een aantal WO'ers. Maar ik vind dat als mensen het recht op een uitkering hebben, dat je dan mag toepassen de test, dat ze dan ook de plicht hebben om een baan aan te nemen. Ook als ze daar niet voor gestudeerd hebben. Nou, een bekend voorbeeld waar ik het vaak over heb, als je een proefschrift gedaan hebt in lesbische dwergen in Siberië. En daar heb je 10 jaar lang voor gestudeerd.
En dan kan je onmogelijk verwachten dat je daar dan ook een baan in krijgt. Want er zijn geen banen in Nederland. Dus dat soort lui, ja, die moeten dan misschien maar... Als jij nou overmorgen ontslagen wordt, dan is blijkt dat de kas bij de Universiteit van Amsterdam totaal niet blijkt te kloppen. Nou, dat is heel waarschijnlijk, ja. Jij zou het toch ook niet leuk vinden dat je dan overmorgen, laten we zeggen, een baan moet nemen die je niet aanstaat? Kijk, je moet vragen wat is sociaal en wat is asociaal. Ik vind gewoon het feit dat iemand gestudeerd heeft voor iets, vind ik nog niet het recht geven dat ze recht hebben op een hoger inkomen. Dus het feit, ja, nou ja, als ik dan niet meer aan de bak kom, ja, dan moet ik maar een baan aannemen. De volgende baan die goed genoeg is voor mij. Yes. Nou, we halen een beetje twee dingen door elkaar. Want je hebt gezegd op een gegeven moment, jonge WW'ers, die moeten sowieso in dienst van het land treden. Ja, en, mensen die al een tijd, hè, ook ouderen die in de WW zitten, die kunnen niet meer de derde baan die ze krijgen aangeboden weigeren. Klopt, ja. Maar dan moet de overheid heeft daar ook een rol voor. En dat schort het hier een beetje aan. Dat je moet investeren in menselijk kapitaal. Dus je moet die mensen die lange tijd langdurig werkeloos in de WW zitten, daar moet je herscholingsprogramma's voor geven. En ja, daar schiet de overheid momenteel tekort in. Maar je moet er wel de banen van maken. Ja. Je hebt ook eens gezegd, we zijn het gezondste land ter wereld. Hè? Mensen leven hier heel lang. Ja. Maar we hebben wel het hoogste ziekteverzuim. Ja, dat is hoe verklaar jij dat? Ja, dat weet ik niet. Blijkbaar heeft het WHO-systeem en de ziektewet een heel uitnodigend karakter. Ja, ik kan me herinneren, was het niet een of andere burgemeester in het noorden van het land? Die was een beetje stout geweest. S'avonds, en die wordt dan maar gelijk in de ziektewet gezet. Terwijl die eigenlijk niet meer overweg kan met zijn wethouders. Dus er is een hele hoop oneigenlijk gebruik gemaakt van die regelingen. Die misschien niet zo goed is. Al die dingen die jij nou zegt, die klinken in mijn oren meer, laten we zeggen, als voorkomend in het partijprogramma van D66 of de VVD dan van de PvdA. Ik zou een beetje een rechtse bal zijn of zo. Dan moet je dus kijken wat sociaal is en wat asociaal is. Als je nou kijkt, Nederland is een gek land. Het gros van de subsidies die de overheid geeft, komt bij de hogere inkomens en de middeninkomens terecht. Als ik een schilderij voor 10.000 gulden koop, van een of andere, niet Karel Appel, maar een andere goede schilder, dan betaalt de overheid, geeft mij een enorme subsidie aan rente. Ik hoef geen rente te betalen. Volkshuisvesting komt grotendeels de subsidies terecht bij de mensen met hogere inkomens. En niet bij de mensen die het echt nodig hebben. Onderwijs blijkt nou ook, Ritsen die heeft nou de Nijenrode gekort. Komen ook het gros van de subsidies bij de hogere inkomens terecht. Dus ik denk dat sociaal-democraten moeten er sterk overwegen, heroverwegen. Ja, hoe ze de maatschappij willen inrichten. Dat het meer ten voordele komt van de zwakkeren in de maatschappij. Dus in zoverre ben jij wel weer een PvdA. Ja, zou ik wel zeggen. Ik ben blij dat te horen, Rick. Want ik heb je boekje gelezen en daar gaan we verder niet op boekje. In. Een mooi boekje, maar het is opgedragen aan Boris. Is dat je hond? Nee, dat is mijn hond. Dat is mijn zoon, Boris Alexander. Ah, en hoe heet je hond? Ik heb geen hond. Ik had wel vroeger een hond, die heette Maxi. Maar die is nou wijlen. Ah, is Thatcher het land uitgezet? Nee? Nou, het zou wel... Ja, Thatcher die zal er wel de kop van afgebeten hebben, zoals je toen staat. Rick, jij wordt in allerlei publicaties word je omschreven als de John Cleese onder de professoren. Kan je jezelf vinden in die omschrijving? Nou, misschien zal dat later blijken in het programma. Ik doe mijn best, dames en heren. Hij wist alles wat ik vroeg. Rick van de Ploeg. En... Laska, wie is onze volgende gast? Dit brave gezinshoofd met goudblonde lokken is op het werk meedogenloos en onverschrokken. Bijgenaamd Rambo voegt hij de daad bij het woord. Als trapvaste stopper van Feyenoord. Op het veld een oorlogsheld maakt hij zich niet geliefd bij zijn tegenstanders. Vraag maar aan Willem Kieft. In vrouwenkringen verwekt hij soms een hittegolf. Wie is er bang voor John de Wolf? Oh. Ja. John, wie is er bang voor je? Ik zou het niet weten. Op het veld toch wel, mag ik aannemen? Ja, misschien wel. Maar het is nog nooit tegen me gezegd. Het is nooit tegen je gezegd? Nee, is... Niet door een persoon, nee. Heeft Romario ook nooit tegen je gezegd, John? Je maakt me een beetje down als je op me afkomt. Nee, want zo goed praat hij niet Nederlands, dus... Maar hij heeft wel eens wat tegen je gezegd. De vorige week, in de wedstrijd PSV... Dat deed hij niet mee, hoor. He? Toen was hij geblesseerd. Toen was hij geblesseerd, hè? Maar heb je wel eens meegemaakt in de wedstrijd? Ja, wel, vorig jaar. En? Ja, we wonnen die wedstrijd 1-0 en ik had hem aardig in mijn zak. Dat had je zeker, hè? Ja, maar zeg je nou van tevoren ook, zoals bij boxers hoor je wel dat ze voor een wedstrijd
dat ze vreselijk tegen elkaar lopen te schreeuwen en te stangen, hè, in het kader van de psychologische oorlogvoering. Doe jij dat nou ook bij een spits die jij af moet dekken? Nou, voor de wedstrijd niet, want dan zie je elkaar niet. Dat is een voordeel, hè? Ja, dat kan een voordeel zijn. Ja. Alleen in het veld, dan gebeurt er wel eens wat en dan maak je wel eens een opmerking tegen een spits. Vertel eens even. Ja, ik had pas geleden nog een wedstrijd tegen VVV en dat was een beetje irritant jongen. Ja? Elke hoge bal probeerde hij me in mijn gezicht te slaan. Ja. Ja, dat werd een beetje te vervelend. Toen zei ik van, kijk nou uit, als breek ik daar ook je neus zie. En toen zei hij van, ja, dat geeft niet, maar dan kan ik in ieder geval zeggen dat ik tegen John de Wolf gespeeld heb. Ja, heel goed. Hey John, jou, laten we zeggen, afgelopen week, heb je ooit een moment in je carrière gehad dat je zoveel in de krant hebt gestaan dan de vorige week? De wedstrijd PSV Feyenoord, hè? Ja, ik ben veel in beeld geweest, ja. Absoluut, een prachtige foto, moest kijken. Kan je nog herinneren, een prachtige foto? Kieft op de rug van Wolf. Ja. Heeft hij toch in je oor gebeten, of niet? Nee? Dat is weer eens wat anders, hè. Meestal is het andersom. Dus, nee, maar er is een beetje te veel ophef over gemaakt, denk ik. Vind je dat nou? Ja, wel. Vind je het niet leuk dat je... Nee, maar ik bedoel, in duels de Wolf kieft. Ja? Dat viel allemaal wel mee. Ja. Maar het is gisteren toch weer reuze goed gekomen, want toen heb je toch een bal door je benen laten gaan. Heb je gekeken? Ik heb gekeken, ja, maar ik was benieuwd. Ja, dat, klopt. Heb je toen later zitten ja, voor de tv, of niet? Nee? Ook de Wolf maakt foutjes, hè? Jawel, maar jij bent de verdediger, hè? Dat is... Ja? Ja, en ik had de pech, ik maakte een foutje en er kwam een doelpunt uit. Maar zo wat. Zo wat. Dus stond je weer met beide benen op de grond, natuurlijk. Ja, dat sta ik altijd, hoor. Dacht toch wel, ja? Ja, een beetje moeilijk lopen. Nee. Vind je het vervelend dat ze je het beest van de Kuip noemen? Ja, in het positieve dat vind ik het wel goed. Ja? Jawel. Want een verdediger moet ook een beest zijn. Nou, beest. Hij moet hard en meedogenloos zijn. Ja? Heb je mensen wel eens flink te grazen gehad, of niet? In duel wel, maar ik heb nog nooit iemand ernstig geblesseerd. Nee. Dus het valt allemaal wel mee. Maar weet je wat ik nou zo fascinerend vind? Nou, jij hebt ook een rode kaart gehad, hè? Ik heb een rode kaart paar maanden geleden. Ja, maar toen ben je ook geschorst ook. Waar was dat ook alweer? Hensbal tegen PSV. Hensbal tegen PSV. Twee wedstrijden. Twee wedstrijden geschorst. Eén te veel. Ja. En dat was omdat... Ja, er kwam een hoge bal en ja, in mijn gedachten zou ik kiezen naar de goal gaan. Ja, er was nog maar één oplossing en ik kon niet met mijn voeten of met mijn hoofd, dan met mijn hand. Ja. En dat mag niet van de FIFA, hè? Nee, toen kon ik vertrekken. Ja. En wat doe je dan nou als je twee wedstrijden geschorst bent? Dan zit je een beetje... Ja, op de tribune kijken. Ja? Dan zie je het weer eens van de andere kant. Maar verlies je dan ook, ook geld, of niet? Normaal gesproken wel met een rode kaart als het een stommigheid is. Maar ik heb het in belang van de ploeg gedaan. Ja. En gelukkig hebben we een goed bestuur. Maar ik heb mijn premies gehad, dus. Oh, dank je wel. Hey, maar wat kan je tegenwoordig nog als verdediger doen met al die nieuwe regels? Iemand breekt door. Weinig. Je kan niks meer doen, hè? Nee. Je mag niet om gaan zitten, je mag geen pootje lichten. Je mag... Nee, ik denk dat je tactisch steeds sterker moet worden ook. Ja. En ja, de roep is nu om snelle verdedigers. Ik ben niet één van de snelste. Maar wel één van de hoogste, hè? Kijk, ik heb nog nooit iemand zo hoog zien springen. Kan jij het plafond raken of niet? Nee, dat lijkt me een beetje te... Alleen maar als je ondertussen ook je ellebogen zo ja, houdt, misschien hè? Wel, ja. Ja? Kun je het wel het proberen met z'n tweeën? Zullen we het proberen dan? Ja, nee, ja. Ik hou mijn ellebogen van zo. Ja, hij... Ja. Nee. Die hoogste kan. Ja, laat het maar niet doen. Even, ik ben veel te bang voor die ellebogen van je. Ja, precies. Moeten we daar krommen, hè? Ja. En... wat ik zo leuk vind, jullie zijn ook in Albanië geweest, hè? Ja, leuk. Het was niet erg leuk. Nee, maar het was treurig. Ja. En ik zag een foto van je, dat je heel down, ook wederom down, ergens op een bankje zit ook. Ja, je weet dat er armoede is, maar dat er zo erg was, had ik niet voor kunnen voorstellen. Je komt aan en je ziet kinderen, ja, geen schoenen, helemaal zwart, aangekoekte benen. Nou, dat gaat er wel wat door je heen, denk ik. En ja, op de weg naar het hotel, dan zie je... Nou, bussen rijden, er zitten geen ramen in. Er zitten geloof ik 400 mensen in één bus. Allemaal erbuiten hangen, op het dak. Paard en wagens hier rijden. Geen asfalt, niks. Echt verschrikkelijk. En die Albanese zijn later ook hier geweest, hè? De ploeg. Ja, er zijn er 7 achtergebleven, geloof ik. Ik heb toevallig gisteren een stukje gezien dat er nog 3 waren. Heb jij er geen één geadopteerd? Nee? Nee. Die leuke keeper, toch? Ja, het was een aardige kerel, maar... Maar weer naar huis gaan. Je kan er verder weinig voor doen, hè? Toch uiteindelijk. Als ik ja, wij hebben ons best gedaan. We hebben veel spullen gegeven.
veel babykleding en voedsel. En daar hebben we toch een stukje mee kunnen helpen. Mm. Heb je zelf ook kinderen dat je zo... Ik heb 2 zoontjes, ja. Hoe oud zijn die? 4 en die andere wordt in december 2. Oh, ja. Een spits en een verdediger. Is dat, ja, wie weet. Ja? Wie weet. Hoe heeten ze? Rodney en Desley. Rodney is genoemd naar die jongen uit die soapopera. Hij is genoemd naar een naam uit een boekje. Voor de rest weet ik niet waar die. Nee. Ben jij een sportliefhebber, Rick? Om heel eerlijk te zeggen, niet, geloof ik. Vroeger mocht ik ook, was ik ook altijd de laatste die gekozen werd bij gymnastiek. En omdat ik zo'n lange lul ben, moest ik altijd goal-lat zijn. Er is wel een oud schoolvriendje van mij die trainer van Feyenoord geworden was, maar die doet niet meer zo goed, geloof ik. Die Pim Verbeek. Die zat bij mij in de klas. En dat is het enige. Ja, die jongen die was zo goed dat ik dus helemaal geen zin meer had in voetbal natuurlijk. Hij doet nu goed hoor. Ja? Mm. Wat zou jij hem aanraden? Jij bent een aanhanger van dat mensen in één leven meer carrières maken, hè? Ja. Nou, hij lijkt wel een beetje op Rod Stewart, dus misschien moet hij een zangcarrière halen. Nee, maar stel dat, laten we zeggen, hoe lang kan je doorgaan als voetballer, hè? We gunnen je in ieder geval tot je 35e nog, hè? Dus je hebt nog een jaar of 6 te gaan, hè? Als ik goed verteld heb, John. 7. 7, ja. En dan? Heb je een idee wat je dan wil doen? Nee. Kijk, dit jaar is gewoon een belangrijk jaar, eind van het seizoen. Dan, dan ga ik een beslissing nemen. En dan moet ik maar verder gaan denken. Maar zijn er dingen die je interesseren, behalve natuurlijk een kapsalon? Nee, ik ben een tijdje bezig om een zaak te gaan beginnen. Een trainingzaak of een sportzaak. Maar ja, het komt er nog niet van. Ah. En dat moet ook niet snel gebeuren, denk ik. Het moet gewoon op het juiste moment. Ga je langzaam overleggen. Rick, jij bent als econoom, hè? Kan jij iets verstandigs zeggen over de economie van de sport? Economie van de sport? Nou, er is wel veel economie over... wat de hele hoge salarissen van sportmensen bepaalt. Je hebt sommige mensen die verdienen miljoenen gulden. En daar heeft wel eens een student van mij op gezeten. Omdat er is een heel klein aantal mensen die heel erg veel verdienen. En een enorm aantal mensen wat eigenlijk maar middelmatig verdient. En dat vinden economen wel interessant. Dus die hebben wel eens naar markten van voetballers gekeken. Ja? Ja. Maar de sport zelf is ook heel belangrijk voor onze economie, of niet? Ik bedoel, al die duizenden miljoenen mensen die... naar het voetbal gaan. Nou, en één ding, dat is ook weer iets wat heel sociaal is, hè. Want je gaat naar de binnenstad van Amsterdam en het stikt van de kolossale subsidies die aan het concertgebouw en de opera gegeven worden voor een minimaal segment van de bevolking. Terwijl ik blijf me sterk als Feyenoord grote subsidies van de regering krijgt. Dat bedrijft zich allemaal zelf. Kan je wel zeggen, ja. Ja, toch? Dit is weer een voorbeeld van... Goed, ga boven mijn pet. John, nog één citaat. Geef John de Wolf 10.000 gulden en hij stapt uit de kleren. Ja, onderbroek aanhouden. Ja, waarom? Ja, dat moet maar geheim blijven, denk ik, hè. Ja. Maar een wolf heeft toch nooit zo... Ja, ik draag meestal boxershorts. Oh, heel goed. Iets groter, hè. Jij kan ze hebben. Ja, ja. Rick? Uit de kleren? Zou jij voor 10.000... voor 10.000 gulden, Rick? Nee, ik ben er veel te preuts voor. Ik moet niet vergeten, ik ben half Engels. Dus dat soort... ik heb bovendien zo'n buik. Ik heb het al jaren niet meer gezien onder de douche. Oké, dames en heren. Hem hebben we al getroost met wat lof. Nu een applausje voor die andere prof. En Laska, dat is onze volgende gast. Toen zij uit Rotterdam vertrok, ging zij naar Amsterdam, waar ze jong en fris op de toneelschool kwam. In onze hoofdstad en even in Rome is haar prille talent tot bloei gekomen. En ook Monique van de Wens, wijze raad, bleef tenslotte niet zonder resultaat. Met haar wordt de Vlaamse pot nooit een misser. Hier is Dirkje, oftewel Suzanne Visser! Oh. Mag ik even deze brief afmaken, ja? Eens even te kijken, uw paspoort, u werkt bij de Vlaamse pot. U werkt in de keuken. Ja. Uw specialiteit is toetjes. Maar voorgerechten ben ik ook wel goed in, hoor. En wat is het fijnste toetje wat u hebt gemaakt het afgelopen seizoen? Het fijnste toetje? Ja, we doen meestal grand desserts van alles wat. Van alles ziet er wat, wel gezellig uit. Ja, heel goed. Ben je zelf een culinair typeje? Nee, niet echt. Nee. Niet echt? Nee. En hoe jij in de Vlaamse pot gekomen bent, is natuurlijk ook heel fascinerend. Je zat toch op de toneelschool, heb ik begrepen. Ja.
En je moest stage lopen. Ja. En ze zagen jou en dachten, dat is echt een Vlaamse pot. Nee? Nee. Wat dachten ze? Ja, ik mocht een screentest doen, dus en dat, ja, dat vonden ze blijkbaar leuk, dus... Meteen was je Dirkje. Ja. Kan je ook vinden in Dirkje, of niet? Hoe bedoel je? Nou, heeft ze een karakter en is ze een type wat wel dicht bij jou zelf ligt, zal ik maar zeggen? Nee, voor het grootste gedeelte niet. Oh, nee? Maar nee. No. Dus ja, ze is... ze is veel... ja, ze is... zit te hakkelen, vreselijk, hè? Dat doet Dirk. Ze kan beter uit de woorden komen. Weet je wel. Maar haar rol wordt ook geschreven natuurlijk, hè? Ja, inderdaad, die zinnen leer ik uit mijn hoofd en dat gaat gewoon. Ja, ik vind het zo leuk, want jij wint je dan ook op een manier dat ik denk van, die vrouw meent het ook. Ja, als jij je opwint. Ja, ze heeft een heel groot rechtvaardigheidsgevoel, dat heb ik ook. En dat heb je zelf toch ook. Ja, gelukkig. Ja, ook dat het zo zou zijn ook. En vorige week hadden jullie een spasticus in het restaurant. Ja, een man die spastisch is, hè? Was die man al echt spastisch of was het een acteur? Nee, dat was een acteur. Ja? Waarom nemen jullie dan, vragen jullie niet een echte spasticus, zal ik maar zeggen? Ja, ik ben ook geen echt hulpje in de keuken. En, nee? Dus het is een serie, het wordt gespeeld door acteurs. En, volgens mij is het veel moeilijker voor iemand om daar als zichzelf te gaan zitten, weet je wel. Ik zit nou ook vreselijk te hakkelen. Dus. Ja, wel, nee, maar iedereen die erin speelt, dat zijn acteurs, weet je wel. Dus dat is nooit in vrake geweest om daar een echte spasticus voor te vragen. Maar er zijn nogal wat reacties op gekomen, hè? Want sommige mensen vinden het heel goed, die denken dat is controversieel. Die pakken ze even flink aan. Ja. Wat vond je er zelf van? Ik vond het een hele goede aflevering, moet ik zelf zeggen. Ja. Want het is altijd moeilijk. Er zit ook een bepaalde moraal in en meestal is dat vreselijk, weet je wel. Maar ik vond dat hier wel bij kunnen. Ja. Wat ik zo fascinerend vind is, Suzanne, dat jij eigenlijk... je komt van een toneelschool en je gaat dus niet de planken op, maar je komt meteen in een tv-serie terecht. Nou, ik heb ook op toneel gestaan als stage. Ik had een dubbele stage. Ja. Dus ik heb bij het Rood Theater gespeeld in The Family nummer 3 van Lodewijk de Boer. Ah, bon. Maar laten we zeggen, je bent toch niet bij een toneelgezelschap? Nee, ik ben dit gaan doen. Ja. Maar betekent dat niet dat het dan wel moeilijker voor je wordt? Want nu ben je toch, laten we zeggen, een type, hè? Nou ben je Dirkje. Ja. Ga je nog wel, hallo, we gaan niet... Oké. Mag ik even zo vrij zijn? Zal ik even... Ja. Nee, Dirkje gaat door, hè? Dirkje, ik bedoel Suus. Suzanne. Is het nou niet moeilijk? Want nou kent iedereen je als Dirkje, hè? Typje Dirkje. Je kan dan moeilijk, laten we zeggen... de moeder van Hamlet gaat spelen, of niet, volgend jaar? Ja, ligt eraan hoe oud die Hamlet is natuurlijk. Maar... Nou, in jouw geval maak ik hem gewoon 2. Dat moet toch kunnen? Ja, ik vind van wel. Ik zou niet weten waarom niet. Ik bedoel, op de toneelschool leer je zoveel mogelijk eigenlijk. En hebben we ook Shakespeare gedaan en alles eigenlijk. Zijn jullie toneelliefhebbers? Ja, ik vind toneel heel leuk, ja. Wat is het leukste dat je gezien hebt nu? Of heb je haar ook gezien, hè, in de Vlaamse Povelens? Ja, nee, ik vind als het toneel gewoon echt is, dus vind ik het leuk. Dus met name toneelstukken van Dario Fo vind ik wel leuk. Nooit van gehoord. Je hebt wel, dat is Italiaan, toch? Ja, is Italiaan. Ja, Italiaan. Geen voetballen, maar een toneeldinges, ja. En daar was Londen heel goed voor, met name. Ja? En Amsterdam ook heel goed voor toneel. Ik heb hem in de selectie heb ik een monoloog nog gedaan van Dario Fo. Wat leuk, wat waren de eerste 3 regels? Ja, dat weet ik niet meer hoor, dat is 4 jaar geleden. God, dat lijkt me zo leuk dat je gewoon je geheugen zo goed kan trainen als je toneelspeelster. Ja, ik heb mijn tijdelijk geheugen wat dat betreft. Waar ik op het moment mee bezig ben, dat zit er wel. Ben je de leukste zin van vorige week alweer vergeten uit de Vlaamse Pop, of niet? Ja, echt waar? Echt waar. Er waren wel een paar flinke grove moppen ook in, hè? Ja. Of niet? Ja, dat zie ik de week wel, denk ik. Ja, ik ben alweer met een nieuw script bezig te staan. Voor volgende week of zo? Ja, is dat volgende week? Nee, dat wordt pas over 6 weken uitgezonden natuurlijk. Dus. Schiet hier ook nog een kus. Geen leuke situatie. Houden jullie een beetje met actualiteit bezig? Allemaal kranten lezen natuurlijk, hè? Ja? Want ik zie ook wel dat jij in de... In de Vlaamse Pot word je ook geregeld een beetje geknepen door Frits, hè? Toch? Ja, maar ik sla terug, hè? Ja? Waar word je geknepen? Ja, waar...
Ik knijp hem ook wel eens. Ja, ja. Maar waar word jij geknipt? Dat wil je weten waar. Ja. Ja, je moet maar eens kijken, meneer. God, zeg, want je bent wel deftig weer niet eens. Gewoon in je ja, bibs natuurlijk, of niet? In je bibs. Ik zo'n ouderwets woord. Wat zeg jij dan? Ik zo'n oude... Wat zeg jij dan? Nou, kont of zo. Of, ja, verbreden. Maar ik zeg in je bibs, reet, moet ik aan. Ja, ja. Toch? Ja. Wat is jouw favoriete uitdrukking voor bibs, John? Billen. Ja, en je billen knijpen. Ja, ja. Komt het jou in het dagelijks leven als Suzanne ook wel eens voor dat je te maken krijgt met... Want dit zijn dus zogenaamde ongewenste intimiteiten, hè? Ik heb wel eens een klap gegeven, ja. En waar zat hij dan? Zou je het ook gaan doen of zo? Nou, als het even nou, voor een kleine... Ja, nee, maar dat is echt serieus heel erg vervelend. Een hele slechte zaak als dat gebeurt. Maar ik ben er wel eens in een tram in mijn kruis gegrepen en toen heb ik een klap gegeven. Aha. Ja. Kijk, want ik vraag het er niet voor niks naar natuurlijk. Ik wil altijd leuk weten de details van de mensen. Heel, maar dat is, en in de serie zie ik dat ook veel gebeuren. En we hebben nou die postbus 51, weet je wel. Dat als een meisje tegen je zegt van... Ga je even mee wat drinken na een avondje stappen? Dan bedoel ze ook eventjes drinken. Is dat ook zo, John, of niet? Ik zou het niet weten, Jan. Nee, oké, ik weet al dat je een paar jaar fijn getrouwd bent en zo. Maar toen je nog jong, wild en nog aantrekkelijker was... Hoe deed je toen? Wat deed je toen als een meisje tegen je zei... Vroeger was ik echt een lulletje. Echt waar? Ja, als ze wat tegen me zei, had ik eigenlijk zo kop. Tweede, ja. Dan zei ze dus, ga je even mee wat drinken? En dan ging je gewoon wat drinken? Ja, ga verder. Ja, nee, maar... Dan hoef je niet meer mee natuurlijk. Nee. Waar ik nou zo benieuwd naar ben, is hebben mannen daar ook wel eens last van dan? Van ongewenste intimiteit? Dat is mij nog gebeurd. Dat lichtje zoals je daar zit. Dat vind ik zeker. Ja, toen het alleen maar aan mij gevraagd waren. Ik heb het nog nooit meegemaakt dat ik in mijn kruis gepakt word. Maar kom je wel op de juiste plekken dan, John? Misschien heb jij er nog een paar. Zijn een paar adressen. Ja. John, jij gaat straks maar met me mee en dan... Heb je morgen echt een operatie nodig? Nee, Rick, in Amerika is op dit moment toch elke dag op CNN kan je het zien, in alle nieuws, op journalen ook. Die opperrechter die benoemd moet gaan worden, maar die door een oude collega ervan beschuldigd is dat hij vreselijke smerige taal uitsloeg en niet met zijn handen, wel van de af kon blijven, maar vieze praatjes hield. Nou, in Amerika is dat erg serieus. Ik bedoel, als je daar als hoogleraar ook maar zegt tegen een student van... Why don't you slip into something more comfortable? Dan ben je gelijk je baan kwijt. Is dat zo, ja? Ja, er zijn gevallen van bekend op hele statige universiteiten, zoals Harvard en Princeton. Engeland is veel hypocrieter. Ja, bovendien vinden Britten, en ik ben dus erg Brits in dat opzicht, al dat vleeselijke, maar vreselijk. En die zijn een beetje schuchter op dat gebied. Dat zie je ook terug in al die gedichten die wij toen maakten, ook als studenten, die Victoriaanse gedichten. Die zeggen dat mannen en vrouwen moeten zich maar behelpen met machines in plaats van met vleeselijke dingen. Halleluja, hoe gaat dat? Maar moet je zo'n gedicht horen of zo? Daar moet je even voor gaan staan, geloof ik. Jij gaat voorlezen? Nou, nee, okay, dat is geen literair programma. Het heet even de dichter, oké. Okay. Ik zal het in het Engels doen. Het is dus een Victoriaans gedicht uit de 19e eeuw. Het heet The Fucking Machine. Halleluja. A Dutchman, once before he died, I don't know whether the bugger lied, said however hard he tried, his wife had a cunt so wide. She was never satisfied, so he fashioned her a prick of steel. Worked by a crank and a bloody great wheel. Two brass bowls were filled with cream. And the whole bloody issue was driven by steam. Round and round went the bloody great wheel. Hallelujah. In and out went the prick of steel. Till in ecstasy she cried, stop at least, I'm satisfied. But this was a tale of the biter bit. There was no way of stopping it. She was from cunt to asshole split. And the whole fucking issue was covered in shit. Hallelujah. Ja, ik stel voor dat we de vertaalafdeling er niet aan laten werken. Want ik heb zelden iemand zo beeldend iets voor zien dragen. Mijn god, wat kan die man dat goed. En hebben we het allemaal begrepen ook? Ja?
Het leek me wel een leuke bezigheid. Ja, in St. John's College in Cambridge. En jullie zongen daar ook dan? Nou, die moesten dan, die moest je verzinnen af en toe. En, maar is dit, of, dit is niet van een eigen versie, dit, hè? Ik zit rustig naar je groep te wijzen. Nou. Dit is niet een eigen versie. Ja, een bewerkte versie toch wel een beetje. Maar het is origineel, is het een Victoriaanse, uit de Victoriaanse tijd. Want die hadden een obsessie met stoommachines en dergelijke. Ja. En die vonden dat vleeselijk inderdaad allemaal vreselijk. Dus dan kreeg je dergelijke gedichten. Zeg, zou je het leuk vinden om zo'n gedicht voor te dragen, Suzanne? Ik vind dat hij het veel beter kan. Ja. Goed, nou ik denk dat aan dit feestelijke moment weinig meer valt toe te voegen. Ik wil tenslotte aan jullie nog even vragen. Jullie komen alle drie uit Rotjeknor, heb ik dat goed onthouden? Daar ben ik geboren, ja. Geboren. Ja, Schiedam. Ja, maar dat is toch ook, hè? Rotjeknor. En Rotjeknor, hè? Ik bedoel, John, als Ajax jou zou vragen, zou je weer naar Ajax gaan? Ja, dat is een moeilijke vraag op dit moment, denk ik. Oh, je bent bezig dus, begrijp ik. Nee, allemaal. Nee? Oké. Dank, John. Rick? Nou, de Universiteit van Amsterdam is de leukste universiteit van Nederland. En ik vind Amsterdam ook de leukste stad. Ik wens jou heel veel succes en veel plezier, ook voor ons, met de Vlaamse Po. John, dus zet hem weer flink op. Wat? En Rick, dat laat ik aan je eigen beleefdheid over. En Rick, ik kan alleen maar zeggen, het staat wel snor in Amsterdam met drie mensen uit Rotjeknor. Dit was Reur, tot ziens, tot Reur.